Welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Erik Vervuren en in deze video gaan we kijken naar de Atomos Ninja 5 Plus. Vooral in combinatie met een Canon EOS R5. Deze hele video is trouwens geschoten op een R5 en zelf gebruik ik de originele Atomos Ninja 5 al vanaf het moment dat die was uitgekomen. Voor mij is dat namelijk de perfecte combinatie tussen een monitor en een recorder, omdat je natuurlijk ook extern kan opnemen. En gebruik ik hem met een R5 of zelfs een C70. En die helpen mij enorm om te zorgen dat zowel mijn belichting als mijn focus natuurlijk op locatie helemaal in orde is. Ook natuurlijk omdat dat scherm vele malen groter is dan dat achter op je camera te zitten koekeloeren. Als we gaan kijken dan naar die 5 Plus, valt eigenlijk aan de buitenkant vrij weinig op, omdat die exact hetzelfde is, behalve dat die in een soort van donkergrijs, bijna stealth grey-achtig wil ik zeggen, is uitgevoerd ten opzichte van het normale zwarte van de originele 5. Dan weet je ook gelijk dat het grootste verschil natuurlijk onderhuids plaatsvindt. Er zit een nieuwe processor in en die stelt je in staat om extern tot 8K 30 frames per seconde of zelfs 4K 120 frames per seconde in ProRes RAW op te kunnen nemen. Los van die uiterlijke en innerlijke wijzigingen is er niet heel veel veranderd bij de Ninja. Alle functies zijn een beetje hetzelfde gebleven, behalve dat je natuurlijk meer framerates en resoluties nu tot je beschikking hebt. Op zich prima, want het was al een waanzinnig krachtig apparaat en ook waanzinnig helder. Zeker ook in daglicht kon je je beeld gewoon echt heel goed zien. Belangrijk om te zorgen is dat je zowel de R5 als je Ninja voorziet van een firmware upgrade. Anders kan je niet alle functies benutten. De R5 doet dat vanaf firmware versie 1.4. En de Ninja doet dat vanaf firmware versie 10.68. Als je inmiddels een firmware versie hoger zit, is het natuurlijk helemaal prima. Maar dit waren de eerste versies waardoor ze perfect konden samenwerken. Het belangrijkste om ProRes RAW te kunnen opnemen is dat je zorgt A, voor een juiste HDMI-kabel natuurlijk, maar B, de juiste SSD. Die schuif je achter in de Ninja. Zelf gebruik ik een Introbird Atom X SSD Mini 500 gig. Zo. Hele mond vol. Maar die zijn natuurlijk vele malen goedkoper, gelukkig maar, dan zo'n CF Express die in de camera zit. Op het moment dat je namelijk ProRes RAW wilt gaan opnemen, kan je dat niet intern op de camera doen. Dat moet altijd extern. Om dat te activeren ga je in de Canon camera tapje naar nummer 8. Daar staat HDMI RAW Output. Die zet je op aan en vervolgens zet je de standby resolutie op low. En dat zorgt ervoor op het moment dat je niet aan het draaien bent, dat de resolutie naar je monitor verlaagt. Op het moment dat je niet aan het opnemen bent. En dat zorgt er natuurlijk voor dat er geen oververhitting plaatsvindt, waar de camera in eerste instantie nogal bekend om stond. Maar ik kan je alvast verklappen, later in deze test ga ik iets heel leuks vertellen omtrent die 8K, hoe lang die wel niet kan opnemen. Mocht je nou helemaal geen zin hebben in 8K, dan kan je ook in 5K tot maximaal 60 frames per seconde extern opnemen in ProRes RAW met de R5. Dat doet hij wel met een kleine krop op de sensor. Dan wordt het eerder een Super 35 camera in plaats van, net zoals nu, een full frame camera. En hij zit een klein beetje verstopt in het menu. Het lijkt in eerste instantie qua resolutie geen 5K, maar op het moment dat je de getallen ziet staan, dan weet je in één keer dit is 5K. Wat is nou dat ProRes RAW waar ik het heel de tijd over heb? En waarom is dat nou zo bijzonder dat die camera en die monitor dat zo goed samen kunnen? Je moet het eigenlijk even scheiden van elkaar. We hebben al jarenlang ProRes en dat is een codec die is ontwikkeld door Apple. En dat zorgt er eigenlijk voor dat, maakt niet uit met welke camera jouw materiaal is geschoten. Op het moment dat die naar zo'n Atomos recorder werd gestuurd en daardoor kon het opgenomen worden in Apple ProRes, dan kon je het op een 10 jaar oude laptop alsnog gewoon afspelen. In tegenstelling tot de codecs die de huidige camerafabrikanten gebruiken, bijvoorbeeld H.264 of H.265, die zijn zo zwaar en belastend voor je computer, daar valt gewoon soms niet doorheen te komen. En daardoor grijpen nog steeds zoveel bedrijven, filmmakers, altijd terug naar die ProRes, omdat het gewoon door iedereen makkelijk is te gebruiken. En ook omdat het zo'n hoge, de kwaliteit zo hoog bewaard blijft. Kijken we dan naar RAW, dan kennen we dan voornamelijk natuurlijk aan de enerzijds van de fotografiewereld, omdat je dan altijd, als je bijvoorbeeld de verkeerde witbalans had gebruikt, kon je achteraf gewoon in Lightroom of in Photoshop zeggen, het was bewolkt of het was zonnig. En dan kon je die kleurtemperatuur gewoon aanpassen, zonder dat daarbij echt de kwaliteit van je foto werd aangepast. Kijk ook naar de echt serieuze filmcamera's, de Aris, de Reds. Die konden allemaal in hun eigen smaak RAW filmen en dat is dus nu eindelijk gewoon helemaal naar beneden komen druppelen naar de mirrorless camera's, waar ook die camera's dus gewoon in de allerhoogste resolutie kunnen filmen en kan je dus bijvoorbeeld je witbalans gewoon verkeerd ingesteld hebben en achteraf
op je computer aanpassen zonder dat daarbij de kwaliteit van je beelden verloren gaat. En om het nog even wat lastiger te maken, de R5 schoot al intern RAW, namelijk in het Canon RAW, Canon Cinema RAW Light formaat. Moeilijke naam, je hebt heel veel verschillende soorten smaken in. Eigenlijk bood hij ook niet heel veel extra's, omdat je alleen de color space achteraf kon aanpassen. Dus je kon kiezen tussen bijvoorbeeld Canon Log 2 of 3 of BT709, maar niet bijvoorbeeld de ISO-waardes aanpassen. En dat kan weer wel met ProRes RAW. Daarbij, als je dan toch het allemaal het hoogste van het hoogste wil halen, de R5 schiet die Canon Cinema RAW Light in 12-bit. Terwijl als je kiest voor die ProRes RAW in de hoogste resolutie, dan is dat maximaal 10-bit. Ik denk dat dat te maken heeft met de HDMI. Ik kan het niet helemaal achterhalen wat daar precies de reden is. Dus nou ja, dat is één dingetje wat de camera intern beter kan. Dus dan is het wel 12-bit, maar dan in de Canon RAW Lite versie. Of 10-bit ProRes RAW en daardoor kan je dus wel achteraf je ISO-waardes en volledig flexibel zijn natuurlijk in of je nou BT709, Canon Log 2, Canon Log 3 kiest. Ja, dat kan dan wel allemaal. Op het moment dat je gebruik wil maken van die ProRes RAW, moet ik jou wel vast behoeden op de hele workflow, want die zou je ook waarschijnlijk moeten gaan veranderen. Tuurlijk, ProRes is over het algemeen makkelijker te verwerken dan wanneer het echt alleen RAW is. Alleen is het wel zo dat de bestanden echt nog wel heel erg groot zijn en soms nog best wel complex voor bepaalde computers kunnen zijn. Al zijn die nieuwste M1-chips van Apple wel echt heel erg krachtig en heb ik al meerdere voorbeelden gezien dat mensen dat materiaal heel makkelijk kunnen snijden. Maar om je even een idee te geven, die 500 gig SSD die bij mij in de Ninja zit, die vul ik in 20 minuten, 500 gig in 20 minuten, in die ProRes RAW in 8K. En als je ProRes RAW HQ aan zou zetten, dan zou die 2 of 3 minuten eerder al volgelopen zijn. En als je dan gaat vergelijken met de CF Express, die bijvoorbeeld dan weer in de R5 zit, in de normale Canon RAW, vul je dat in ongeveer 24, 25 minuten. En als je in Canon RAW Lite zou filmen, zou je weer een ongeveer 37 minuten een 512 gig CF Express kaartje vullen. Ja, de R5 kon normaal gesproken alleen een Canon Log 3 schieten, maar in combinatie met die Ninja kan je natuurlijk een Canon Log 2 schieten op het moment dat je gebruik maakt van die ProRes RAW functie. En dat geeft je natuurlijk het meeste dynamisch bereik. Waar ik je ook gelijk even voor wil waarschuwen, los van die grote bestanden, is natuurlijk het feit dat het letterlijk RAW bestanden zijn. Dus het zijn videobestanden met ruwe sensorinformatie. Daardoor kan je achteraf gewoon je ISO-waardes nog aanpassen zonder concessie, je kleurbalans aanpassen zonder concessie. En dat betekent dat er dus ook geen ruisreductie heeft plaatsgevonden op het moment dat je die bestanden inlaat. Dus schrik niet op het moment dat je je beelden inlaat dat je denkt, kunnen, wat een hoeveelheid ruis. Er heeft simpelweg nog geen enkele vorm van ruisreductie plaatsgevonden. Dus als je al deze workflow kiest, dan mag ik wel hopen dat je iets meer ervaring hebt in het hele wereldje. Dan weet je ook natuurlijk hoe je een beetje die ruis weghaalt. Voordat je nu gelijk aan de slag gaat met die ProRes RAW of met zo'n Ninja of met die R5, zijn er nog een paar zaken die ik ook moet mededelen. En dat is dat je geen sensorstabilisatie hebt in die 8K-modus. En ondanks de firmware updates blijft de R5 een tijdslimiet hebben van 29 minuten en 59 seconden. Mocht je daar nou omheen moeten willen werken, dan kan je de opname starten vanaf de Ninja. Die tijdslimiet die geldt dus echt alleen op het moment dat je een opname zou starten vanaf de camera. Dus als je de auto power-off functie van die camera volledig uitschakelt, dan kan je de opname starten vanaf de Ninja en daarmee kan je dus zo lang als leven opnemen. En als allerlaatste, die ProRes RAW clips, ze zijn heel zwaar en het is heel erg geweldig, maar die worden vooralsnog niet ondersteund in Premiere Pro. Wel in Final Cut, daar kan je het inladen en daar kan je dus je color space, je kleurbalans en je ISO-waardes en zo allemaal aanpassen. In Premiere kan je alleen nog je color space aanpassen, dus nog niet je ISO-waardes. Dat moet ongetwijfeld nog komen met een update, maar verbazingwekkend genoeg gaat de hardware veel sneller in ontwikkeling dan de software. En dan de overfitting. Ik zei het al aan het begin van de video, de R5 heeft natuurlijk bij de lancering behoorlijk wat kritiek gekregen als het op overfitting aankwam. Logisch, want in bepaalde 4K-modus
ging de camera zichzelf al uitschakelen op het moment dat hij ook maar enigszins wat warmer werd. En dat was al vrij snel, na nog geen 10, 15 minuten. En inmiddels zijn er zoveel firmware upgrades geweest dat het helemaal niet meer ter sprake hoeft te komen. Omdat, zeker in combinatie met die Ninja 5 Plus, ik heb er echt een hele dag aan gespendeerd om gewoon een volle accu erin, een lege SSD erin, hoogste resolutie 8K ProRes RAW aangezet en gewoon de camera volledig laten lopen totdat die kaart of die SSD vol is, kaart geformateerd, nieuwe accu erin en weer en weer en weer in ProRes RAW en in ProRes RAW HQ. Ben ik gewoon, denk wel 5, 6 uur lang bezig geweest, non-stop. En de overhitting icoontje is gewoon geen één keer in beeld gekomen. Dus terwijl hij zo lang zoveel informatie dat het weghaalt van de camera, waarschijnlijk dus omdat hij dus zelf niet hoeft weg te schrijven naar een interne kaart, is dat hele oververhitting verhaal echt gewoon in één keer verleden tijd. Daarbij moet ik wel zeggen, ik zei het ook aan het begin van de video, je kan dus tot 4K 120 frames per seconde opnemen, normaal gesproken kan dat met de R5 intern. Dat is de enige functie die het niet extern doet. Waarschijnlijk een beperking vanuit Canon. Die kan nog steeds alleen 4K of 5K tot maximaal 60 frames per seconde. Mocht je nou de Ninja 5 Plus nog even iets te duur vinden. Hij is al ietsje in prijs gezakt. Maar ten opzichte van een normale 5 is hij nog steeds twee keer zo duur. Kan je, als je een bestaande Ninja 5 hebt of eventueel koopt, door middel van een firmware update en een speciale code via de Atomos website kan je hem upgraden en daarmee kan je dus met de normale Ninja 5 al in 5K ProRes RAW filmen. Dus tenzij je echt die allerhoogste resolutie 8K nodig hebt, dan zou ik gaan voor die Ninja 5 Plus. Anders zou ik nog even blijven bij die Ninja 5. De Ninja 5 Plus zal natuurlijk wel meer future-proof zijn op het moment dat er meer camera's op de markt komen, meer resoluties allemaal beschikbaar zijn, zal deze monitor / recorder natuurlijk veel langer meegaan en beter voorzien zijn van firmware upgrades dan iets minder krachtige normale Ninja 5. Dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Laat het even weten in de reacties. Doe die blauwe duim omhoog en abonneer je ook nog even als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heel graag weer tot de volgende video. Doei!